Een hele goede morgen allemaal. Of nee, wacht, ik lieg. Het is ondertussen 12:30 's middags. Hele goede middag. Ja, daar ben ik weer met een nieuwe vlog. Want de laatste keer dat ik heb gevlogd zat ik in Portugal. Dus ja, dat is ook alweer een paar maanden geleden. En het leek mij vandaag wel een hele leuke dag om te gaan vloggen. Want, oh my god. Ik ga dus vanavond naar de fashion show van Elite Models. Zoveel zin in. Ik ben überhaupt volgens mij nog... Nee, ik ben nog nooit naar een echte fashion show geweest. Dus dit wordt ook meteen mijn allereerste. Ja, het is dus... Oh, mijn arm. Oh. Die is zwaar. En het is dus in Amsterdam. En het begint om 7 uur. Of om 8 uur. Even checken. Weet niet precies. En ik ga met een vriend van mij. Super gezellig. En dan gaan we eerst eventjes wat eten in Amsterdam. Maar ik ga nu eerst even een jurk scoren. Want de dresscode is glamour. Op zich heb ik wel wat jurken. Ik zal even laten zien wat ik heb. Maar dat zijn niet echt glamour. Ja, het is echt veel zwart. Deze heb ik al heel vaak aangehad. En dit is met lange mouw. En ik wil denk ik met een korte mouw. Die is van Nikkies. Ook wel cute, maar ik vind het niet glamour of zo. Ja, het werkt typisch. Dan heb ik nog dit soort dingen. Ja. Deze, maar die heb ik ook al een paar keer met dat gat. Die heb ik ook al vaak aangehad. Hier heb ik nog een kaartje aan. Oh, dat is die. Nou ja, anyways. Ik wil dus een nieuwe jurk, een glamour jurk. En nog iets van een clutch erbij. Hakken heb ik ook echt genoeg. Ja, dit dan. En dan heb ik hier nog allemaal hakken. En hier ligt dan ook van alles nog in. Dus hakken heb ik genoeg. Ik heb ze allemaal nog nooit echt aangehad. Want ik ben niet zo'n hakkenpersoon. Ik heb echt, kan er geen stap op zetten eigenlijk. Maar ja. Dus ik ga nu even... Oh, mijn batterij is ook bijna leeg, zie ik. Shoot. Ik ga nu eventjes naar Den Haag, naar de stad. Om dus een glamour jurkje te kopen. Ik hoop dat ik jullie kan meenemen. Maar ik denk het niet. Want de batterij is dus bijna leeg. Balen. Dan zie ik jullie zo weer in spontane actie. Ik heb trouwens een jurkje gescoord. Maar ik wil al heel lang een tweede gaatje. En look what I got. Oké, dit was echt heel random. Niemand weet het ook nog. En nu snel naar huis, want ik moet opschieten. Want dan moet ik naar Amsterdam. Ik ben echt heel benieuwd wat mijn ouders ervan gaan vinden. Want die zijn er niet heel erg fan van. Sorry papa en mam. Ik heb even mijn andere oorbel uitgehaald. Want ik ben zo, ja, ik ben echt een mietje. Ik ben zo bang dat het pijn gaat doen of zo. Dus oh, ik ben er echt blij mee. Yeah. En mam, wat vind je van mijn... Verschrikkelijk. Hoor. Geweldig. Verschrikkelijk. Nou ja, ik kan maar beter eerlijk zijn, toch? Ja. Wat vindt de rest? Super. Yeah. Mijn moeder zei... Dat is verminking. Ja. Ik ben ook echt een beetje te blij met mijn tweede gaatje. Want volgens mij loopt heel de wereld al met zo'n ding. Ik ben benieuwd, want die piercingman die zei ook van... wil je niet eerst één? Ik zei, zoveel pijn zou het toch niet doen. Maar het voelt wel al branden hoor. Oké, maar anyways. Ik ga even mijn batterij opladen. Want die is nu echt leeg aan het gaan. En dan ga ik even douchen denk ik. En dan naar Amsterdam. Of naar Amsterdam en dan douchen. En dan alles doen. Lastig. Nee, ik ga wel hier douchen, denk ik. Ja. Oké, nou, nu ga ik naar Amsterdam. Ah. Oh jeetje, de zon is echt mega fel. Wow. Ik moet nog even mijn nagels lakken. Moet ik niet vergeten. Dit vergeet ik dus altijd. Als ik iets belangrijks heb of iets waar je juist echt mooie nagels voor moet hebben, vergeet ik mijn nagels. Like how? Oh ja, dit is ook wel een leuk ding, jongens. Ik ben zeg maar gewoon de meest worst person ever met songteksten. Ik verzin met alles, al is het Nederlands, verzin ik mijn eigen songtekst. Ik weet niet wat het is, maar ja, jullie gaan het wel meemaken. En het feels like... Nou, ik ben in Amsterdam. Even snel omkleden en opmaken en zo. En dan... Mijn koffer. Oh jezus. Nee, nu even snel opmaken, omkleden. En dan gaan we er vandoor. Oh ja, wat ik net ook heb gekocht is. Deze broek. En ik vind hem echt wel heel lekker zitten. Dat is echt zo'n joggingbroek, maar dan toch een soort van netjes of zo. I like it. Ik ben echt één grote grap. Je kent zeg maar het moment dat je haast hebt en dat je neppimpers op wil doen.
Nou, het is nu een soort van redelijk gelukt. Kijk hoe ik eruit zie. Ik ga nu even naar mijn auto en dan ga ik mijn hakken daar aan doen. En dan bestel ik daar een Uber. Oh ja. Ik vind het zeg maar te veel moeite om dit stuk naar de auto op hakken te lopen. Nee, maar oké, echt mega erg haast. Ik heb al het restaurant gebeld dat het een kwartier later zijn. Oh, ik zit in de auto. Nu eventjes een Uber eerst bestellen en dan ondertussen mijn hakken aandoen. Wat een stress. Oh shit, het is ook al 6 uur. Dit zijn trouwens zakken die ik aandoe. Oh. We gaan trouwens eten bij restaurant Anna. Oké, snel hakken aan. Mm. Oh, ik ben mijn nagellak vergeten. Nee. Hé, wat stom. Oké, de Uber is er over 1 minuut, zegt hij. Volgens mij zie ik hem daar in de verte aankomen rijden. Oké. Oh, ik haat stress. Ik haat dit. Echt zo erg. Ik ben blij als ik eigenlijk zit en eet. Ik heb honger. Dus we zijn allebei veel te laat. En kijk eens. Daar is ze hoor. Hallo. Hallo. Hoi. God, maar had omgelopen. Oh mijn god. Ziek te doen. Ja, dank je. Hart. Lekker op truffel risotto en wat heb jij? Een steak tartare. Lekker. Oké, we moeten echt opschieten, want het is nu, het is 6:50, toch? Ja. Ja, en 7 uur begint de show. Bekende gezichten, mensen uit het vak, pers die er is, relaties, partners. Natuurlijk. Hij gaat binnen. Nou, ik zit nu weer in de auto naar Leidschendam. Dat was echt super leuk en heel erg gezellig. En ja, allemaal mooie modellen natuurlijk. Ik ben echt kapot. Het is nu iets van 11:15 of zo. Dus nu snel naar huis. En dan lekker slapen. Zo. Hoppa. Nou, dan gaan we. Oh, mijn oude sleutels. Ik vind dat heel eng om zeg maar de auto uit te stappen als het donker is en er is niemand. Dus ik laat de camera gewoon lekker aan. Mocht er wat gebeuren. Zo, oh, en ik ben binnen. Ik heb het gehaald. Ik ben echt een sukkel. Weet je wat ik grappig vind? Dat mijn oorbellen eigenlijk helemaal geen pijn doen. Want ik weet wel, bij mijn eerste gaatje, die brandde echt de hele dag. En dat het deed pijn en ik kon er niet aan zitten en zo. Maar nu is het wel echt goed te doen. Ja, kijk. Hij ziet er ook echt goed uit. Helemaal niet rood of zo. Ik heb trouwens ook nog hier een piercing. Die doe ik nooit in. En ik wil er hier dus nog eentje. Mijn video van morgen moet ik nog even checken. Ik ben trouwens zo blij met dit jurkje. Dit werkje vind ik heel erg leuk. En heb je zeg maar ook dit. Ik vind ook super schattig. Make-up look. 2017. Denise Anna. Oké, nu het beste moment van de dag. Ah, yes. Nou, nu even mijn make-up eraf wassen. In 3. 2, 1. En daar ben ik weer, Koos make-uploos. En daar is Menno weer. Hey joh. Ik ben aan het praten. Nou, niet doen. Kijk. Allemaal even volgen. Chef 3. Wat is Chef 3? De beste. Het is ondertussen 2:50. Helemaal kapot. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.